Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau vernommen. Een goeie avond. Benevens de ongeveer 18.000 Vlaamse en Waalse vrijwilligers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse militaire dienst traden, melden zich eveneens enkele tienduizenden Vlamingen en Walen voor de Duitse paramilitaire formaties. Vanavond brengen we u het verhaal van diegenen die, hetzij als vrachtwagenchauffeur bij het Nationaal Socialistische Kraftfahrerkorps, het NSKK, hetzij als frontarbeider bij de organisatie TOT, de OT, werden ingezet. Tevens melden zich enkele honderden Vlaamse en Waalse meisjes voor het Duitse Rode Kruis, het DRK, met de bedoeling de gekwetste Vlaamse en Waalse oostfrontvrijwilligers te verzorgen. Ook hun vaak onthutsende belevenissen krijgt u vanavond te horen. Vooraf wezen echter gezegd dat we ons wegens tijdsgebrek uitsluitend tot de Vlaamse paramilitaire inzet hebben beperkt. Het Nationaal Socialistische Kraftfahrerkorps, kortweg NSKK, diende voor de Tweede Wereldoorlog als motorkorps om partijmilitanten naar Hitlers politieke meetings te vervoeren. Na de machtsovername in 1933 werd het NSKK ingezet bij de aanleg van grote openbare werken zoals autowegen en de bouw van de Siegfriedlijn. Bij het uitbreken van de oorlog zorgde deze formatie voor de bevoorrading van de Duitse fronttroepen. In het bezette België en Noord-Frankrijk resorteerde het NSKK onder de Duitse Luftwaffe. De werving ervoor startte bij het einde van 40, toen er een voedseltekort dreigde en het VNV van de Duitse overheid de toelating kreeg om in de rangen van haar militie, de Zwarte Brigade, vrachtwagenchauffeurs te recruteren om in Duitsland en Polen levensmiddelen te gaan halen. Je moest dus aardappelen gaan halen. Aardappelen, en dat was het volle spreekwoord aardappelen. Waar werkte u toe? Ik ben in de Belgische Boerenbond. U was daar bediende? Een verzekeringsmaatschappij. En u had daar een vast inkomen? Ja. Ik was toen van oordeel, als wij nu de Duitsers helpen om hier orde op zaken te stellen, met levensmiddelen, met dat, dan hebben wij een verdienste. En omdat wij dus het volle gedacht hadden dat wij met Duitsland gingen iets in de plaats krijgen, heb ik me daarvoor aangemeld. En wat verwachtte u om in de plaats te krijgen? Politiek gebied, op Vlaams gebied, hè? Voor de zelfstandigheid van Vlaanderen. En welke waarborgen had u, of hadden de NSKK'ers, dat de Duitsers dat zouden aan Vlaanderen bezorgd hebben? Dat wie het ons belooft. En u heeft dat geloofd? Ik heb dat geloofd. Ja. Vindt u niet dat u nogal vlug geloofde? Ja, maar ik was toen een jongen van 20 jaar, altijd Vlaams opgevoed, altijd voor Vlaanderen geweest. En daardoor wilde ik zo Vlaanderen helpen. Het waren in de eerste plaats de aantrekkelijke financiële voorwaarden die talrijke Vlaamse vrijwilligers naar het NSKK hebben gelokt. Niet alleen kreeg de NSKK-man gratis kledij, kost en inwoon, alsmede een soldij van 600 frank per maand plus 1 mark per dag frontinzet, maar tevens ontving zijn gezin dubbele rantsoenzegels en een kostwinnersvergoeding ten bedrage van 2100 frank. Alles samen gevoelig meer dan het loon van een geschoolde arbeider van toen. Dit verklaart wellicht waarom begin mei 1941 niet minder dan 3000 Vlamingen zich aanboden om het NSKK-contract te ondertekenen. Dat waren er zowat 6 keer zoveel als ze zich op dat ogenblik voor de Waffen-SS hadden gemeld. Hoe verklaart u dat grote aantal? Ik denk dat het komt omdat er hier weinig werk was
dat ze een goed loon hadden en dat ze goed te eten kregen. Ja, maar als ze naar Duitsland gingen werken, meneer, dan verdienden ze ook een goed loon en dan hadden ze ook goed eten. Waarom dan precies bij de NSKK? NSKK was chauffeur. En een chauffeur is altijd een beter iets. Hij staat niet onder grote baas, hij staat meer op zichzelf en hij is meer baas over hem en de wagen. Is beter dan in een fabriek? Hij is vrijer. Ja. Maar als u dan zo sterk Vlaams voelend was, waarom is u dan bijvoorbeeld niet naar de Waffen-SS gegaan? Ja, de Waffen-SS. Ik was ook Belgisch soldaat geweest en voor te vechten had ik geen lust, dat was te gevaarlijk. Vele NSKK'ers waren lid van de Dietse Militie Zwarte Brigade. Was u dat ook? Nee. Ik ben moeten lid worden van het VNV als ik me gemeld heb bij het NSKK. U is daartoe verplicht geworden? Ja. Maar achteraf bleek wel niet waar dat we automatisch lid werden van het VNV. Automatisch? Automatisch. Wil dat met andere woorden zeggen dat het VNV alleen recht in de NSKK wilde hebben? Ja. Ten eerste omdat ze allemaal moesten lid zijn van het VNV of van de Dietse Militie Zwarte Brigade. Voor u was dat geen probleem? Dat was geen probleem voor mij, het contract. Ik zou zo zonder contract ook gegaan zijn. Oh ja. U was zo enthousiast toen? Toen op dat ogenblik, ja. Ik was gemotiveerd. Niet alleen werden de NSKK-vrijwilligers automatisch lid van het VNV gemaakt, maar tevens verkreeg deze nieuwe ordebeweging, ten einde manschappen aan zich te binden, van de Luftwaffe gedaan dat ze voor de uitbetaling van het loon mocht instaan. In het NSKK-contract stond eveneens te lezen dat de Vlaamse NSKK'ers in België en Noord-Frankrijk de bevoorrading in voedsel, kledij en bouwmaterialen zouden verzekeren. De werkelijkheid was evenwel totaal anders. Slechts één enkele NSKK-vrachtwagenkolonne met 150 man kwam in Noord-Frankrijk terecht. De hele rest werd naar Duitsland gestuurd, waar een wel bijzonder grote verrassing te wachten stond. Waarheen zijn jullie dan gereden? Om te beginnen dus naar Darmstadt in Duitsland. Daar hebben we veldkuikens opgeladen en die hebben we verder gebracht in etappes tot in Warschau. Ja, veldkuikens opgeladen en dus naar Warschau gebracht. Ja. Maar ik dacht dat jullie aardappelen gingen halen in Polen. En geen veldkeukens vervoeren voor het Duitse leger. Zij hebben ons gezegd dat wij die moesten meenemen, dus om niet leeg te rijden, dus als vracht. Hè. En dan zijn we verder gereden leeg naar Krakau. Dat was dus in de richting van de aardappelen. Daar hebben we een paar dagen gebleven en dan opeens was de oorlog met Rusland uitgebroken. Ah, de 22 juni 1941. Ja. En daar te Krakau. Wat is er daar dan gebeurd? Daar hebben ze ons een contract aan laten ondertekenen. En dan kregen wij een geweer, een Lebel geweer. Ah, Frans, Lebel geweer. Ja, dat Franse oorlogsbuitgeweer dus. Hè. Oh ja. En 5 kogels. En met hoeveel man waart je daar? Ik schat 3500 man. Zijn er bij die 3500 man die dat contract niet hebben ondertekend? Ja, een hele hoop. Ik veronderstel 300 tot 500 man hoogstens. Zij wilden dat niet doen, dus omdat ze niet aangeworven waren om wapens te dragen, maar wel om met een kamion te dragen. Om aardappelen te gaan halen? Aardappelen, ja. En waar heb je dan uw aardappelen gaan halen? Ik heb nooit geen aardappelen gezien om te halen. Maar je hebt nooit aardappelen gezien? Ah, maar ik dacht dat dat de opdracht was om aardappelen te gaan halen voor de Vlaamse bevolking. Dat dachten wij ook al. Hebben ze u gefopt? Dat zal wel. Na het uitbreken van de oorlog met de Sovjet-Unie stelden de Duitsers de Vlaamse NSKK-mannen voor een pijnlijke keuze. Ofwel mee optrekken naar het Russisch front, ofwel ontslag nemen. De grote meerderheid koos voor het Russisch front. Ze had weinig lust om met lege handen naar huis terug te keren. Deze NSKK-mannen dienden evenwel een nieuwe verbintenis te ondertekenen waarin ze zich voortaan ertoe verbonden op alle fronten voor alle vervoer, dus ook van wapens en munitie, in te staan. Zij kregen tevens een opleiding als infanterist
en moesten een eed van trouw op Adolf Hitler afleggen. Maar dit alles was geen probleem voor de goedgelovige Vlamingen. Maar meneer Van Opstal, hebben jullie dat contract gelezen alvorens te ondertekenen? Ja. Er zijn er die dat gelezen hebben, maar of ze het verstaan hebben, weet ik niet, want het contract was in taat. Maar waarom hebben jullie dan zaken ondertekend die je niet kon lezen? Ja, dat, wij hadden vertrouwen in de leiding door wie dat wij gestuurd waren. Het VNV bedoelt? VNV Zwarte Brigade. Was dat vertrouwen zo groot toen? Ja. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie zat het VNV in grote verlegenheid. De leiding wist in de verste verte niet waar die Vlaamse NSKK-mannen waren ingezet en omdat deze niet langer door het VNV, maar voortaan rechtstreeks door de Duitsers werden uitbetaald, regende het op het VNV-hoofdkwartier klachten van gezinnen die niet langer hun vergoeding ontvingen. Het VNV verkreeg wel van de Duitsers dat Vlaamse verbindingsofficieren, zoals een Omer Smessaert en van 43 af Renaat Rits, werden aangesteld. Ook dat twee kopstukken van de Dietse militie Zwarte Brigade, Joris van Steenland en Bert Peleman, op inspectiereis naar het NSKK in Rusland mochten. Maar dit alles kon niet verhullen dat het VNV in de zomer van 1941 nagenoeg elke controle over de door haar geworven NSKK-mannen had verloren. Deze werden uitsluitend door Duitsers in het Duits gecommandeerd en werden ertoe verplicht militaire opdrachten uit te voeren waartoe ze zich in feite niet hadden verbonden en waarvoor ze nauwelijks waren opgeleid. Daarbij moesten de Vlaamse NSKK-mannen zeker niet op enige waardering van hun Duitse oversten rekenen. Wel in tegendeel. Waar zijn jullie dan ingezet? Dan zijn wij in Smolensk verdeeld over verschillende veldvluchtplaatsen, dus vliegplanen die het dichtst achter de front waren, dus direct achter de front. En wat moesten jullie dan aanhalen? En dan haalden wij dus de bommen al voor de Stukavliegers, benzine voor de vliegers. Ja. En ravitaillering voor het personeel van de vliegplaats. Ja. Dat was weer al iets heel anders dan aardappelen halen voor de Vlaamse bevolking, hè? Nog altijd geen aardappelen. Dat was nogal duidelijk, hè, dat men nu liggen had gehad, hè? Nog altijd geen aardappelen, ja. Hoe was die omgang met de Duitsers in de NSKK? In het begin niet al te goed. Dan werden we nogal eens uitgemaakt voor uitbuiters. En... uitbuiters? Ja. En terwijl u zich vrijwillig ging melden? Ja. Om hen te helpen de overwinning te halen. Dat was dikwijls de scheldnaam die we kregen. Hoe noemden jullie bij de Vlamingen de NSKK? De NSKK, dat was nur soepen, kleine kartoffelen. En wat wilde men daarmee aanduiden? Alleen soepen, geen aardappelen. Ja, dat hebben we wel begrepen. Maar bedoelt u dat u dan geen aardappelen kreeg? We kregen in Rusland weinig aardappelen. 6 man zonder aardappelen. De nauwelijks opgeleide NSKK-mannen werden in een spoedtempo over de beslijkte Russische wegen naar de slagvelden van Minsk, Vitebsk, Jasma, Briansk en tenslotte Smolensk gestuurd, waar ze uiteindelijk bleven steken. Hun vrachtwagens hadden het eenvoudig begeven. Dit was niet alleen te wijten aan de veelvuldige inzet en de bijzonder slechte Russische wegen, maar ook aan de onervarenheid van de Vlaamse chauffeurs, van wie velen voor de eerste maal achter het stuur zaten. Bovendien waren ze door hun inzet dag en nacht meer dan oververmoeid en moesten ze voortdurend voor Russische partizanen op hun hoede zijn. Het plotse invallen van de Russische winter zorgde eveneens voor heel wat problemen. De grootste problemen, dat waren de koude. Dat was de temperatuur van min 40 graden. Het water werd 's avonds opgevangen en werd op een vuur gezet gans de nacht. Ah, dus het water uit de radiator werd opgevangen en op het vuur gezet. Ja? Ook de batterij
En dat is morgens alles warm dat er ingedaan. En ook van de dieselwagens werd de motor verwarmd door er een vuur onder te maken. Was de olie bijna vastgevroren? De olie was stond gewoon vast en dat moest verwarmd worden. Hebt gij het niet meegemaakt als NSKK dat gij op slagvelden zijt moeten gaan zoeken naar onderdelen van auto's? Ja, de slag van Jasma. Daar was Wiasma. Wiasma, ja. Daar was, dat was vlak voor Moskou, hè? Ja. Ja. Daar was een grote slag geweest, wat men noemt de materiaalslacht. Ja. En daar hebben wij zaken gaan halen die we konden gebruiken. Van kapotte auto's? Zijt je de onderdelen? Banden en onderdelen. En onderdelen van auto's. En assen bijvoorbeeld. Ja, ja. In feite zijt je dus met verlof mogen gaan omdat de kamions versleten waren, hè? Ja. Ja. Einde 41 stuurden de Duitsers de Vlaamse NSKK-mannen terug naar huis. Zowat de helft, 1500 man, gaf er de brui aan en nam ontslag. Ze werden door nieuwe recruten vervangen die deze keer wel een degelijke opleiding kregen. Twee nieuwe Vlaamse NSKK-regimenten in het totaal 3000 man sterk werden opgericht. De vrijwilligers werden van mei 42 af niet langer als hulptroepen van de Weermacht, maar als volwaardige leden in de Luftwaffe opgenomen. Tijdens het Duitse zomeroffensief van 1942 werden de Vlaamse NSKK-mannen opnieuw naar het front gestuurd. Deze keer in de buurt van Koersk, Kharkov en Stalingrad. Ze reden meer dan eens onder rechtstreeks Russisch vuur en stuitten op verhevigde partizaanactiviteit. Tijdens het daaropvolgend Russisch tegenoffensief werden de Vlamingen ingezet bij de evacuatie van de overrompelde Duitse legereenheden. Vele tientallen Vlaamse NSKK'ers verdwenen alzo in de Russische omsingeling van Stalingrad. Anderen werden bewapend en bij afweergevechten als infanteristen, dus als soldaten, ingezet. Een aantal Vlaamse NSKK-mannen werd einde 43 bij de evacuatie van een Duits vliegveld in de buurt van Witebsk ingezet om de aftocht van de Duitsers te dekken. Daar hadden Russische krijgsgevangenen 's nachts hun barakken in brand gestoken opdat Russische vliegtuigen het nabijgelegen vliegveld zouden bombarderen, wat ook gebeurde. Daags nadien namen de Luftwaffensoldaten weer wraak. Een Vlaamse NSKK-man die niet op het scherm wenste te verschijnen en naamloos wenste te blijven, was getuige van de moord op enkele honderden Russische krijgsgevangenen. En dan hebben de Duitse soldaten uit wraakmaatregel, omdat ze die barakken in brand gestoken hadden, om de Russen te tonen waar ze moesten bombarderen, hebben die uit wraakmiddel, en misschien ook wel omdat die Russen ons in de rug zouden aangevallen hebben, een bevel gegeven. Bevel gegeven van die allemaal af te schieten. Dus die zijn in groep neergeschoten worden, met mitrailleuzen. Ja. Jij hebt niet moeten schieten. Nee, hoegenaamd niet. Hoegenaamd niet. Het probleem is, ik was erbij, ik heb dat zien gebeuren. Maar jij hebt toch niet geschoten? Nee, maar ik was dan een stomme getuige van. En ik denk, als je zelf een misdaad pleegt, dat dat minder erg is als bij een misdaad staan zonder iets te doen om die misdaad te verhinderen. Dat vind ik het afgrijzeligste, dat je weerloze mensen, want weerloos waren ze, dat dat moet afgeslacht worden. Dat kan ik me niks goedkeuren. En de Duitsers konden ze niet meenemen? Nee, dat was onmogelijk. Ja. Na hun tweede inzet werden de zwaar gehavende Vlaamse NSKK-kolonnes uit de strijd teruggetrokken en voor wederopstelling naar Vlaanderen overgebracht. Medio 43 opteerde slechts 3.300 van de toen 5.000 à 6.000 Belgen in de NSKK voor een verlenging van hun contract. In de winter van 43-44 werden de Vlamingen in Noord-Frankrijk bij de opstelling van V1-raketten tegen Engeland ingezet. Begin 44 kwam dan goed nieuws in de vorm van een marsbevel naar de Balkan, ver van het Russisch front. Daar moesten de Vlamingen voornamelijk een schijn van bezetting ophouden. De Duitse troepen waren er immers erg dun gezaaid. Na een grootscheepse afscheidsplechtigheid in de citadel van Diest, waar onder andere VNV-leider Elias aanwezig was en eretekens uitdeelde, trokken beide Vlaamse NSKK-regimenten naar het zonnige zuiden. Aangevoerd wordt dat die NSKK'ers in de Balkan, in Griekenland dan vooral,
een goed leven hebben gehad. Kan u daarmee instemmen? Een goed leven, ja. Daar kan ik mee instemmen. Dronk u daar ook een goed wijntje? Een wijntje, ja, maar we hadden niet zoveel geld voor dat te betalen. Ah, maar hoe kwam u dan, want ik heb juist tegenovergestelde gehoord. Ik heb gehoord dat daar hele partijen wijn verdwenen. Hoe, als jullie geen geld hadden, hoe kwam je dan aan wijn? Hè? Van de marketenderij en ook wat van bijverdiensten. Misschien waren er bij die een liter benzine verkocht. Dat deden we in wijnflessen. Wijnflessen? Schijnt niet te wijzen op 1 liter. Hè? Ah, ja, als 2 liter waren, waren 2 flessen. Hè? Kunt u nu ernstig houden, meneer? Nou ja, waarom niet? Omdat je aan het glimlachen gaat. De ja, omdat je denkt dat we het daar verkocht hebben. Maar omdat, nee, mijn aandrang komt voort uit het feit dat u zegt 1 liter. Nu, ik geloof daar niks van dat 1 liter was. Ja? Ja. Hey, het was geen 10 liter. Het was geen 10 liter? Nee, het was misschien 3, 4, 5 liter. Oh ja, 5 liter. Nou, de omstandigheden, aan gebrek aan geld. En wat werd dat zo betaald? Zeer duur? Dat heb ik betaald in augustus 1944. 48 miljoen voor 1 liter benzine. 48 miljoen? Draagmen. Draagmen. En 1 sigaret kostte 1 miljoen. Dan hebt u daar zeer veel geld, Grieks geld tenminste, verdiend. Miljarden. Maar ik kon er maar 5 glazen bier mee kopen. Ja. Ik ben in verlof gekomen met een ganse rugzak rozijnen. Het rode rozijnen. En ben teruggegaan met een ganse rugzak sigarettenpapier. In Griekenland was veel tabak, maar geen papier. Hm. Hoeveel kreeg u voor uw sigarettenpapier? Ja, dat waren 1 miljoen drachmen. Gij schijnt tijdens de oorlog wel goed uw plan te hebben getrokken. Ja, ik heb niet te klagen. Oh ja. Na de oorlog werden de zowat 6000 Belgische NSKK-vrijwilligers door het Belgisch krijgsgerecht voor wapendracht tegen het vaderland en hulp aan de vijand vervolgd en veroordeeld. Krachtens het artikel 113 van het strafwetboek riskeerden ze daarbij de doodstraf. In de praktijk kwam de meerderheid er met een effectieve gevangenisstraf van enkele jaren vanaf. Voor sommigen was dat nog te veel, anderen konden zich erbij neerleggen. Vond u die straf verantwoord? In mijn ogen niet, nee. Wij zijn uit overtuiging gegaan. We hebben nooit eraan gedacht dat we ooit de wapens tegen België zouden opgenomen hebben. Wij zijn gegaan met de goede overtuiging van goed te doen. Niet waar we als volk. Dus ik kan geen spijt hebben voor over iets niet waar, waarvan ik dacht goed te doen. Daar kan ik geen spijt van hebben. U kan uw jeugd niet afzweren. Nee, dat doe ik niet. Heeft u die straf als normaal beschouwd? Ik heb die straf normaal, ja en nee. Ik kan u uitleggen waarom. Moesten we, toen we terug thuis waren, niet gevangen genomen geweest zijn, dan was er bij ons, kosten met ons geen weg, ze kosten, we waren te bruut geworden. We moesten gekalmeerd worden. Oh ja. En daardoor heeft die gevangenis, was die gevangenis nodig. Maar niet zoveel jaren. De organisatie TOT, naar de naam van de stichter, de Duitse ingenieur Fritz TOT, werd in 1933 in Duitsland opgericht om aan de miljoenen werklozen werk te verschaffen. De geuniformeerde OT-arbeiders legden autostrades aan en bouwden de Siegfriedlijn. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de OT met militaire bouwwerken achter de fronten belast. De OT-mannen legden vliegvelden aan, zorgden voor het optrekken van militaire installaties en het herstel van bruggen en wegen. Van 1941 af begon de OT met de aanleg van de reusachtige Duitse verdedigingswerken aan de Atlantische kust, de zogeheten Atlantikwal. Hiervoor werd in België en Noord-Frankrijk massaal geworven. Aanvankelijk verliep dat niet erg vlot,
tot de bezetter de nieuwe ordebewegingen inschakelde. Er werden wervers aangesteld die in samenwerking met de veerbestellen tegen een vergoeding van 1 mark per hoofd vrijwilligers voor de OT ronselden. Een van de beste wervers was de Antwerpenaar Jan van Hoogte, die van mei 41 af als OT-troepenvuurder en betrouwer optrad. In een schrijven van de 18 oktober 42 meldde Van Hoogte dat hij in nauwelijks 4 maanden tijd niet minder dan 400 vrijwilligers voor de OT had aangeworven. Wel, dat waren natuurlijk meest arbeiders. De arbeiders die voor de oorlog reeds in alle geval lang werkloos waren, die een zeer klein almoes kregen als dopgeld, en die in ieder geval niet wisten van doodpijlen te maken. Laat ons zeggen dat die belangen niet als idealisten naar de OT vertrokken zijn, maar wel degelijk, want als we zeggen, als mensen die werkelijk gebrek leden en die helemaal onderkomen waren qua voeding, qua kleding en noem maar op. De maag in alle geval is zeer goede propagandist in zo'n ogenblikken. Veel erg moeilijk had bij ons thuis. Mijn moeder was net ziek. En, ik, hoeveel kinderen waren er? We waren echt kinderen. En ik heb begonnen te smokkelen, omdat mijn moeder moest goed eten hebben. En ik heb begonnen te smokkelen, maar ook gepech geweest van de mensen die mij verrooien heeft. Ons laatste geld was daarin. En het was juist lukken dat ik goed een nest gekocht had. En ze hebben mij daar afgenomen. En dat was een, dus bij de OT gaan was een middel om niet gestraft te worden? Ja. Ah, ja. Om niet te straf te zijn, ben ik vrijwillig ben naar OT geweest. En daar heb jij al dat ding voor gezorgd. Wat dat allemaal kost hebben. Beter betaald, beter eten. De grote meerderheid van de OT-vrijwilligers bleef inderdaad niet ongevoelig voor het bijzonder goed maandloon dat hun werd beloofd. 2100 frank van toen voor een gewone OT-arbeider en 3100 frank voor een kampleider. Dat was heel wat meer dan een geschoolde arbeider op dat ogenblik in ons land kon verdienen. Daarboven kregen ze gratis kledij, onderdak en voeding, alsmede dubbele rantsoenzegels en gratis sociale voorzorg voor hun gezin. Sommige wervers spiegelden zelfs voor dat OT-vrijwilligers later een stuk land met een boerderij erop konden krijgen. Tot de invoering van de zogeheten verplichte tewerkstelling in oktober 1942 gebeurde de aanwerving voor de OT op vrijwillige basis. Het Duits militair bestuur was met de Belgische secretaris-generaal overeengekomen de tewerkgestelden niet voor militaire projecten in te zetten. Aldus konden deze niet voor de OT worden aangeworven. De OT gebruikte dan maar drukkingsmiddelen. Aan arbeiders die voor verplichte arbeidsinzet in aanmerking kwamen, werd een aanwervingsformulier voor de OT ter ondertekening voorgelegd. Weigerden ze te ondertekenen, dan kregen ze te horen dat ze in een concentratiekamp zware arbeid zouden moeten verrichten. Ondertekenden ze wel, dan kregen ze onmiddellijk 750 mark in de hand gestopt. Velen ondertekenden natuurlijk. Als OT-betrouwer werd Jan van Hoogte met tal van oneerlijke praktijken binnen de OT geconfronteerd. Zo kwamen de echtgenoten van Vlaamse OT-arbeiders bij hem in beklag erover doen dat het loon van hun man achterwege bleef. Van Hoogte trok dan maar zijn stoute schoenen aan en ging op onderzoek uit. Kan u mij een paar voorbeelden geven van uw betrouwingswerk? Tja, ze zijn er ondertallen. Bijvoorbeeld waren er moeders die werkelijk hun kinderen verwaarloosden. Echtgenoten van OT'ers? Ja, echtgenoten van OT'ers die regelmatig de bloemetjes zeker wilden buiten zitten terwijl een man ging er in het oosten was, die de baan vrij hadden en werkelijk om kinderverwaarlozing deden. En ik heb niet geaarzeld om bijvoorbeeld dankzij de Belgische politie om dus in elk geval klacht neer te leggen voor kinderverwaarlozing. Er waren moeders die verontwaardigd bij mij kwamen, zo precies dat mijn schuld was, die hun zuigeling heel eenvoudig bij mij de pupieter neerplotten en zeiden, geef hem maar zelf te vreten. En heel eenvoudig het aftrappen in mij met die kleine die in een kei lopen zitten, mijn kennen meer bijvoorbeeld. Dus, achteraf kwamen die natuurlijk hun kind wel terug ophalen, maar er gebeurde van alle scènes in ieder geval. Wat mijn aanleiding was, nu waren onwerkelijk verontwaardigd en nijdig
op te treden tegenover de Duitsers die in eerste instantie in Brussel daar de schuld van waren wegens de mistoestanden die dus in die administratie heersten. Ja, misschien meer concreet. U heeft iets meegemaakt in een bepaald hotel te Brussel. Wel ja, dus lonen werden niet uitbetaald, wel voorschotten, in afwachting van. En dus toen ik een voorschot vroeg, niet hoor, verwees men mij naar het hotel d'Horloge op de Antwerpse Steeweg, waar waarschijnlijk niet voor die OT-officieren logeerden, maar ook de bloemetjes buiten zetten. Want als ik dan daar kwam om een voorschot in ontvangst te nemen, ja, dan vond ik er werkelijk een bacchanale, niet hoor, die ik nooit in mijn leven meegemaakt heb. Een wat? Een bacchanale dus, niet hoor, een zuidpartij dus, op grote schaal dus, niet hoor, er van champagne die vloeide daar. Met liters doe het gewoon weg nu hoor. En dus de dactylocus, die Frans stotterende Brusselse meisjes bijvoorbeeld, die op de brillen zaten, die deden natuurlijk goed mee hun best. U heeft zich daar aangeboden om, laten we zeggen, toch wat geld te krijgen, aangezien uw loon niet werd uitbetaald. En wat hebt je daar meegemaakt? Natuurlijk, die wordt gebied, mocht ik mee aan de tafel komen zitten en ik mocht mee champagne komen drinken. Bij die en noem maar op. Bij die Duitse officieren. Ja, natuurlijk. En ik weigerde dat heel eenvoudig niet worden. Ik heb gezegd dat ik alleen maar een voorschot moest hebben. En die heel loyaal, wie viel, hoeveel dus. Hij was zat. Zeker, heel erg bezopen, allemaal trouwens. Dus haalde die er een pak met briefjes van 1000 frank tevoorschijn dus, niet hoor. Wie viel, 10, 20, 100. Dus ik was niet zo gek natuurlijk meer van te veel aan te nemen. Ik heb alleen maar eenvoudig bij 2000 frank bepaald. En waarom heeft u dan die 100.000 niet aangenomen? Was misschien het moment? Omdat ik niet zo dom was. De Duitsers zagen er altijd de middel in. Het is te zeggen, ze hadden de keus dus. Dat geld dus terugbetalen dat ze veel te veel gekregen hadden toen het loon werd vastgesteld. Oftewel heel eenvoudig naar het gevangen, oftewel zich melden voor het Oostfront. Eén van de twee natuurlijk. Ja. En wat heeft u dan gedaan na dat voorval? Wat heeft u dan gedaan? Ik heb heel eenvoudig mijn 2000 frank gekregen dus. Ik heb hier iets getekend en ik ben naar huis gegaan. Dus de trein op. En dus bij gevolg nu wordt, dus door die loonkwesten enzovoort, die schreef ik dus die naar Berlijn. Rechtstreeks naar de houtbouwstellen, waar ik dan een nooitbrander in Brussel verkreeg, dus nu wordt, omdat ik de hiërarchische weg niet volgde. Het gevolg was dat er een onderzoek kwam natuurlijk. En het gevolg was dan dat Diel den Boel heel eenvoudig een zeker ogenblik in Brussel verdween. En in de plaats zijn dan in ieder geval nu andere Duitsers gekomen. En dan in ieder geval is er een boekhouding gekomen en dan is er een kartijstelsel gekomen. Ja, en ja, dan is alles regelmatig begonnen te verlopen. Maar die officieren die men dan gestuurd heeft, waren dat nog officieren van de OT? Dat waren officieren van de OT, maar die werden onder controle gezet van een hogere SS-officier. En dan was meteen het boeltje opgekuist? Ja, dat ging vanzelf. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie werden Vlaamse OT-mannen zo'n 6000 in het totaal ook aan het Oostfront ingezet. Talrijke Vlaamse OT-vrijwilligers die een contract voor Noord-Frankrijk hadden ondertekend, kwamen in werkelijkheid aan het Russisch front terecht. Vanzelfsprekend zonder dat vooraf om een mening was gevraagd. De papier was allemaal gedaan voor Frankrijk. Hè? Oh, maar dat je lezen en aftekenen, dat je dat koud zet. Oh ja. Dat je in Frankrijk wou werken. Oh, ja. Ik heb dat afgelezen en ik was dat koud, ik heb dat getekend. En je bent dan naar Frankrijk gegaan? Nee. Waar hebben ze u dan naartoe gevoerd? Naar Rusland. Daar moesten wij de bomen afzagen. De bomen werd afgezaagd met tand alleen en dat werd uitgedragen op ons schavers. En dan door een machine gezet, een zaagmachine. Al de bomen niet, hè. Soms de bomen werd gezaagd voor dingen te maken, voor berekken te maken. Berekken te maken en dan de bomen werd zo gelaten voor bruggen te bouwen. Voor? Bruggen. Ah, bruggen te bouwen. Ja, bruggen te bouwen. Want er zijn er veel die in de bossen gebleven zijn. In de bossen gebleven? Ja, die zijn afgemocht van de Russische partisanen. Met messen in de rug. Met messen? Ja, ze scheten niet, hè. Allemaal met messen. Ja. Hè. Maar als ze scheten, dan doen dat ze. Grap daar naartoe. Hè. Ja, ja. Dat werd allemaal gedaan in stilte zo. Hè. Om de OT-arbeiders tegen de aanvallen van de Russische partisanen te beschermen, richtten de Duitsers de zogeheten OT-schutzcommando's op, die met de bewaking van de bouwwerven werden belast en jacht maakten op de partisanen. De schutzcommando's waren gewapend en kregen een volwaardige militaire opleiding.
Bovenop hun soldij als OT-man kregen ze een supplementaire premie voor hun gewapende inzet. Het waren echter niet allemaal vrijwilligers die bij de schutzcommando's terechtkwamen. Ging het daar altijd om vrijwilligers? Nee, in geen geval. Hier waren het vrouwen die met brieven kwamen van hun man, die zich bekloog natuurlijk niet voordat hij bij het SK terecht gekomen was. Waar het hem absoluut niet met akkoord was. Maar ze waren ook beëdigd natuurlijk. En het kan zijn dat de Duitsers dus die beëdiging ernstig opnamen en zeiden: het is heel eenvoudig verbonden met in Duitsland heel eenvoudig te dienen. Het spreekt vanzelf niet voordat de grootste hoop er niet met akkoord was dat ze een geweer in plaats van een schub op de schouder kregen. Ja. Zoals hun collega's in het Vlaams Legioen en bij het NSKK konden de Vlaamse OT'ers en schutzcommando's slechts op weinig begrip vanwege hun Duitse oversten rekenen. Niet alleen werden de bevelen uitsluitend in het Duits gegeven, maar tevens waren alle officieren Duitsers en dienden Vlamingen een eed van trouw op een Duitse Führer af te leggen. Daarboven bleef het Duits meerderwaardigheidsgevoel zwaar op de Vlaamse maag liggen. Met het optreden tegen de Russische partizanen hadden de Vlaamse schutzcommando's evenwel minder problemen. U trad op, of de schutzcommando's traden op tegen de partizanen. Hoe traden die schutzcommando's op? Wat bedoelt u met hoe? Als u op welke wijze vragen, traden ze op? Met grote vreedheid of met veel liefdadigheid? Normaal, hè? Wat is normaal? Wat is normaal? Ja, zijn er partizanen? We lopen die weg, wordt erachter geschoten. Steken die hun polkens op, worden ze gevangen genomen en afgeleverd. Komen ze niet buiten en we weten dat ze daar niet buiten waar? Komen die mensen niet buiten uit hun huizen waar we daar gaan en we weten dat ze erin zitten, ja, dan wordt het huis daar ergens met de grond gelijk gemaakt. Hè? Ja, zijn er... Bij dat optreden zijn er heel wat partizanen ingebleven. Ik zou dat kunnen stellen. Ja. Bij uw weten werden er vele krijgsgevangenen genomen? Of bij beschouwde ons... u die niet als krijgsgevangenen, de partizanen? We hebben nog niet veel gevangen genomen. Nog niet veel. Ik moet zeggen, eigenlijk waren er zo geen massa's die gingen halen naar omhoog staken. Er werd meer weggelopen, teruggeschoten, weggelopen. Ja. Dus meer een deel werd dan omvergelegd. Ja. Omvergelegd voor gevangenschap. Oh ja. Menige NSKK'er, zoals ook menige legioenssoldaat, heeft het meer dan eens over de toch zo vriendschappelijke houding die de Russische bevolking tegenover hen aannam. Af en toe werd er ook eens gedanst, zo. Met wie? Met de meisjes van het dorp natuurlijk. Die kwamen dansen, omdat wij muziek hadden. Omdat wij dan nog platendraaier hadden. En nog grammofoonplaten hadden. Zoals in het begin te beginnen hadden wij daar. Bedoelt u? Meegebracht uit verlof door de een of de andere. En dan werd erop gedanst, op die Engelse begin te begin. Uh-huh. Dan moet het daar zeer... Lustig geweest, hè? Lustig toegegaan zijn daar in Rusland. En dan een beetje spanning, kon er ook ontspanning bij, meneer De Wilde. Maar van welke aard die Russische vriendschap feitelijk was, blijkt dan wel uit de hierna volgende getuigenis. Ik meen dat ze zo goed horen, maar het was op zekere dag was iemand bij ons, denk ik, in de stad zijn naag laten snijden, mijn coiffeur zijn naag laten snijden. En nog goed dat hij heeft tegen ons gezegd, kom, ik ga bij de coiffeur mijn haar snijden. En s'avonds, onder bonnenwijlen, dat ene bij ons mankeert aan te treden. Bij het appel, ja. Bij een appel. En dat ze zei, waar is hij naartoe? En wij zegt een van ons, hij is weg bij de coiffeur zijn haar laten snijden. Waar? Ik weet à peu près waar dat is. En dat ze zegt tegen ons, kom bij ons mee. En we gingen daar naartoe. En door onderzoeken wijlen, een nieuwe lijst onderzoeken en de zender die in de Nof kinken. En daar de Nof zagen wijlen dat grondvest gewerkt was. Omgedaan was. En de zegt tegen ons, toen daar apen liggen
En we deden het grond open en we zagen daar een doel liggen. Een doel kameraad van bij ons in Vlaming. Die doel was zonder kop. Zonder hoofd? Ja. Ja, zeiden hem zo, dan moet jij de kop kunnen wingen ook. En dat moet ook geen Franse zijn, hè. En hij zegt zo heet tegen de Russen antwoorden niet. En ontzettend was, en er was een, die vonden zo'n kuip vol water. En hij ging de kuip in en hij trekt door de kop eruit. Dat was onze kameraad, zijn kop. Zijn... Vlaming. Ja. De stormkolonnes bereiken een huizenblok waarachter de geschutgieterij Rode Barricade gelegen is. Panzerwagens hebben tot taak versterkte machinegeweernesten onschadelijk te maken. Met het keren van de Duitse oorlogskansen bij het einde van 1942 geraakten de Vlaamse OT-arbeiders vaak te midden van het oorlogsgeweld. Vooral bij de Russische doorbraak te Kalach en Stalingrad vonden vele OT-mannen de dood. Toen een Duitse officier aan een kolonne van zowat 900 Vlaamse OT-arbeiders vrijwilligers kwam vragen voor inzet in het omsingelde Stalingrad, meldde meer dan de helft zich. Slechts enkele overleefden deze inzet. Geen wapens of niks. We hadden onze skip en onze pioche. We hadden geen wapens. Ze schouten ons dood wanneer dat ze willen. Ze leggen een vleeg. Wij waren in bloedenveld. Ja, ja. En ze schouten van alle kanten. En we hebben daar. Ik kan drie man daarin ingezouten. Ik kan drie man. In de omsingeling. Ontzingeling. Naar de goeie maand hadden we geen eten meer. We kregen zo een gamille met soep, maar voor mij was geen soep, dat was zwet, het water was zwet. Maar nerg warm was zwet, maar ik moest grap opeten of was bevreesd zat. Hoe koud was het daar? 50, 60 graden. Onder nul? Onder nul. En we waren zo gekleed in de zomer. We hadden geen winterkleren. Hoe kwam dat? Dat ze bij ons was niet zo goed georganiseerd als de Wehrmacht bij ons. Dat is een kou, hè? Dat is een kou. Dangereus. Hier is koud, maar vochtig. Maar daar is een kou, die druwe kou. Je pakt je neus vast, dat is vergevallen. Dus je pakt je neus vast of je oren. Je pakt dat vast en dat breekt langs glas. Omdat zo naar koud is. Mm-hmm. Je merkt, vingers, je kunt, als je gevrozen is, je kunt dat zo afdouwen, maar je zult niet bloeien, hè? Dat is bevrozen. We kan geen eten meer, we krijgen geen brood of niks meer. We waren allemaal jonge gasten, hè? We moesten werken, we hadden niks in onze buik. Hè? We hebben het gedaan, hè? We hebben de doen opgegeten, de billen afgesneden. Bedoelt u de lijken van soldaten? Ja, opeten, ja. Heb jij opgegeten? Ja, de billen afsneden en dan in de sardine, doe sardine. Legen? Ja, legen, hè. Ja. Of dat buurt in onze zak, hè. Ja. En we zetten de billen, een stuk van billen, in de sardine. En zo warmte we in ons gat, hè, in de grond door. Ja. En dan eten we dat op, hè. En het was een smaak. Mensenvlees is een smaak, een zoute smaak. Zout, nergens zout. Maar dat is cannibalisme. Ja, we kunnen er anders. Dat is toch beter als niks. We laten niks als wat dat ze dat ging naar front voor de soldaten die meer van doen als willen. Ik zie dat jij helemaal zet je benen kwijt. Ja, enfin, zo s'nachts moest ik gaan pissen. Ik moest gaan pissen. Ik kwam rek staan.
En ik was met Erik staan. Ik zeg, waar is het nu vijgenvallen? En smorgens moesten wij allemaal uit de grond komen. Ik kwam met Erik staan. Voor het appel? Voor het appel, aantreden dat ze zeggen. Hè. En ik kon niet opstaan. Hè. En dan de jongens gezegd, zei, jij ziek? Ik zeg, ik ben niet ziek, maar ik weet niet wat ik heb. Ik kan ermee gaan. Ik wist niet wat ik kan. Hè. En dus niks, zijn we dat ze dokter gaan halen. Hè. En dat ze dokter wijs gaan halen. En die heeft met mij geweest, zei hij, ziek? Ik zeg, nee, ik kan niet gaan. En hij heeft hem, hij zei tegen mij, je moet niet kijken. Ik zeg, nee, ik zal niet kijken. En ik heb toch een beetje gekeken en hij pakt zijn mes en hij stort. Zijn mes. Een bajonet, hè. Ah, een bajonet. En hij stort hier aan mijn voet. En dat deed mij niks. Ik had geen gevoel. Ze waren bevroren? Ze waren bevroren, ja. En men heeft u dan naar een lazaret gebracht? Die hebben ons komen halen, ja. De Duitse Rode Kruis. En dan naar een lazaret gestuurd. En daar een wijle op grond, op dat ding, civiëren. Ah, draagbergs. Ja. We waren allemaal op de grond. En we kregen allemaal een fles vodka. Een fles vodka? Vodka, voor te drinken. Ah. Dat is sterke drank. Ja. We moesten die fles uitdrinken. Zoveel mij gelijk. En waarom was dat? Die hebben niks om ons doen te slapen. Ah, ze hadden geen verdovingsmiddelen? Niks meer. Daar niks meer. Ja, veel nog een chance dat ze vodka A, om ze niks meer voor ons doen te slapen. En dan moesten wij in de operatie zaal. Ze brengen ons in de operatie zaal binnen. Waardoor 5-6 tafel. Het was precies een slachterij. Allemaal vol bloed. Ja, dat was naar het front, hè. Alles was vol bloed. Die hadden beginnen tijd van te kosten. Het was een echte wienaverij. En we zagen dat allemaal ook. Ze zat als eten en ze zetten ons op de tafel. Eén hebben we de andere. En ze pakken mijn been vast. En ze wrongden mijn been, alle twee. En ze vielen in een emmer, in een ketel. Op grond was nog een emmer, ze vielen in de ketel. Ik had geen pijn. Maar ze snijden dat af, maar ze laat het vlees bloed, hè, bloedvlies. Hè. Ze doen het niet genoeg. Hè. Het werd afgezaagd, de been ook, en het werd toegelaten. Naar het einde van de oorlog toe werden de Vlaamse schutzcommando's ingezet bij grootscheepse klopjachten op partizanen in Rusland en in Polen. Sommige Vlaamse schutzcommando's kregen daarvoor zelfs een speciale opleiding en werden zwaar gewapend en gekleed in een SS-uniform samen met de gevreesde SS-politieverbenden van Himmler in Polen ingezet. Wat heeft u daar verricht in Polen? Ja, hetzelfde. Wat is dat? Wat ik de dagelijkse kost noem, meneer De Wilde. Ja, wat was voor u de dagelijkse kost? Partizaneneinsatz. Ja, in welk verband heeft u dat gedaan? In politieverband. We waren dus ingedeeld bij die mensen. En zo kregen we ook dan onze zwarte uniformen met onze doodskopjes op. Zo kregen we dan ook lichte pantsers, die moesten dienen tot het bevechten van partizanen. En die dan, zoals het üblich was, die af te schieten als ze op de loop gingen of als ze uit de bussel kwamen. Oh ja. Het diende ook nog wel om een varkentje op te laten. Hè. Maag moet ook gevoed worden. Bedoelt u een echt varken? Een echt varken, op vier poten, niet op twee. Oh ja. Als wapendragers konden de Vlamingen bij de schutzcommando's voor het Belgisch krijgsgerecht tot de doodstraf worden veroordeeld. In de praktijk kwamen zij, zoals de gewone OT-arbeiders, er met een aantal jaren gevangenisstraf vanaf. Voor sommigen was het daarmee evenwel nog niet gedaan. Verstoten door zijn familie kwam de zwaar verminkte Lucien van Weelde bij de openbare onderstand terecht. Tevoren was hij in een Brussels ziekenhuis aan de deur gezet, omdat hij zonder inkomsten zat en zijn operaties en zijn verpleging niet kon betalen. Ik moest alle weken een assistance blik voorkomen, mij presenteren. En als ik daar niet kwam, betaalden ze mijn eten niet.
Ik, altijd met mijn been die open was, heb ik s'avonds bij mijn lakens kapot gescheurd. En ik heb daar stukken lakens, balkjes in mijn been gestoken. En ik deed dat s'avonds. En s'morgens kreeg ik de stukken lakens uit. En alle dwarsen komt mij eruit. En ik heb dat dikwijls meer enige dagen moeten doen. Hè. Op plus heb ik mijn been zelf genezen. Maar ik was bij alle weken naar het assistant publiek gaan. Ik had geen geld of niks. En daar stad, op mijn gat, op mijn knieën van tijd, heb ik daar stad zo gegaan. Althans, ik moest gaan, althans had ik geen eten. En werd jij niet geholpen door mensen? Nee, niemand niet. De mensen bezagen mij. En ze bezagen mij, maar ze hebben me niet gezegd, kom meneer, eet 5 frank voor de tram, niks. En voor mij was dat een grote schande. Ik heb wel erg moeite gehad. Van mijn vader bekam ik een nemer. Als ik mijn moeder was dood van verdriet. Ik kreeg van mijn vader een nemer vol café. Zwarte café. Het was voor een hele week. 1 brood per week. Geen boter of geen zo'n stuk vlees. Maar geen boter of geen margarine. Ik was mij in de winter verwarmd bij een bougie. Ik ben zo gestraft geweest als een soldaat. Zo dit als ik moest vereerd te beginnen. Ik ging bij de SS. Als ik soldaat geweest had, had ik een dik pand schoen gehad en nu heb ik niks. Niks. Van iemand niks. Ik leef juist van mijn zekerkast. Ik heb 12.000 frank per maand. En van daarvan moet ik nog 5.000 frank afgeven voor mijn huisdeur. En mijn kolen. Ik blijf er niet veel van over. Aan het oostfront werden ook vrouwelijke vrijwilligers uit Vlaanderen ingezet. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie meldden zich in Vlaanderen, zoals in verschillende andere Europese landen, enkele honderden meisjes om in Duitsland tot hulpverpleegsters te worden opgeleid en vervolgens aan het Russisch front te worden ingezet. De Vlaamse meisjes werden daarbij aangemoedigd door de talrijke oproepen van zowel het VNV als diens tegenstander de Devlag. Vooral het vrouwenverbond van het VNV onder leiding van Odile Marichal wierf in de aanvangsfase bijzonder actief om, en wij citeren nu, jonge vrouwen naar het oostfront te sturen, waar ze in lazaretten als verpleegsters of hulpverpleegsters dienst kunnen doen voor het Vlaams legioen. VNV-jeugdleider Edgar Lehambre gaf van zijn kant opdracht aan zijn leidsters om met het Duitse Rode Kruis onderhandelingen aan te knopen ten einde, en wij citeren Lehambre nu, deze nieuwe Vlaamse bijdrage aan de Duitse oorlogsinspanning in goede banen te leiden. We kwamen dus meestal uit een Vlaams nationaal gezin, grotendeels toch. We zaten volop in de Vlaamse beweging. We voelden ook wel iets voor het beroep, dat hoorde er ook bij. En we dachten dat wij als Vlaamse meisjes, als onze jongens optrokken naar het oostfront, dat wij ook ons deel toe moesten bijdragen. Ik had dan al ook oostfronters gezien die in verlof kwamen. En ik zag die in Antwerpen en in Sint-Niklaas en in Gent over die markten marcheren en ik zag die vertrekken. En ik zag er dan groepen DRK's bij, de allereerste dan. En ik vond dat ergens iets fantastisch. Ik wou erbij zijn. Mijn vader, ja, die was in Duitsland al van in 40 en ik moest zo mijn moeder vragen. Ik heb die papieren meegekregen in Brussel en ik heb dan het handtekening van mijn moeder zelf erop gezet. Nagemaakt? Nagemaakt, ja, nagemaakt. Je hebt de handtekening van je moeder nagemaakt? Ja, ja. Om te kunnen vertrekken? Om te kunnen vertrekken, ja. En dan een paar weken nadien, ik sloeg de portier die binnenkwam. En dan een paar weken nadien kreeg ik mijn oproeping en dan heb ik mijn moeder de vaten onder de neus geduwd, hè. Voilà, ik vertrek en dan heeft ze gezegd, ja, ga maar. Maar wanneer zijt gij eigenlijk vertrokken? In september 43. September 43, maar dan kon men al met zijn ellebogen aanvoelen dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen. Ergens wel, hè. Ergens ja. Wel. Gij hebt dus ook gedacht dat de Duitsers nog gingen verliezen? Heb ik nooit gedacht. Nooit gedacht? Nooit. Want dat is al een hele tijd na Stalingrad, hè? Nooit gedacht. Tja, u zegt nooit. Maar in 1944 toch wel? Ook niet.
Ja, maar in 45 dan nog toch? Nog veel minder ook niet. Dan heb jij inderdaad een onwrikbaar geloof gehad, hè? Heb ik nog. Na ondertekening van het meldingsformulier kwamen de Vlaamse kandidaat-hulpverpleegsters onder de bevoegdheid van het Duitse Rode Kruis te staan. Deze hulporganisatie was na Hitlers machtsovername op militaire leest geschoeid. Dit betekende dat de Vlaamse meisjes benevens hun verpleegkundige opleiding ook militair gedrild werden en kazernedienst deden. Zoals alle Europese landen, behalve de Sovjet-Unie, was Duitsland lid van de Internationale Liga van het Rode Kruis en had in augustus 1864 en in juli 1929 de Conventie van Genève ondertekend. Daarbij werd aan het Rode Kruis personeel van oorlogvoerende landen neutraliteit en bescherming gewaarborgd. De voornaamste bepalingen van deze overeenkomst stonden op het legitimatiebewijs vermeld dat het DRK-personeel van de Duitse Weermacht kreeg. Naar schatting 800 Vlaamse meisjes meldden zich voor het DRK, waarvan er 600 effectief werden ingezet. De werving voor het Duitse Rode Kruis in de door Duitsland bezette zogeheten Germaanse landen, waaronder Vlaanderen, was in handen van de Germanische Leitstelle, een SS-organisatie. Na voltooiing van hun basisopleiding dienden de Vlaamse DRK-helpsters de eed van trouw op Adolf Hitler af te leggen. Van dan af ontvingen ze een bruto maandloon van 55 tot 75 Rijksmark, wat niet veel was in vergelijking met andere paramilitaire formaties. Hun familie ontving wel dezelfde ondersteuning als deze van Oostfrontsoldaten. Na 3 maanden praktische opleiding in Duitse DRK-scholingscentra werden ze in ziekenhuizen lazaretten ingezet. Daar ondervonden de Vlaamse meisjes spoedig dat er van de beloofde inzet bij het Vlaams legioen niets in huis kwam en dat ze integendeel werden gebruikt om het vuilwerk van de Duitse verpleegsters op te knappen. Het vuilste werk was voor de aardappelschillen, groenteschillen. Bedoelt u voor de? Het vuilste werk was voor de vreemde zusters. Ja, voor de vreemde. En niet voor de Duitse zusters. Nee, niet. Ja, ik heb de indruk dat je daar gebruikt werd. Dat is een grote ontgoocheling geworden. Ja. Wanneer is eigenlijk dat duidelijk geworden dat je niet naar Rusland zou kunnen? De Vlaamse soldaten gaan verzorgen. Als ik mijn eerste SS-lazaret, dat was in Oostenrijk, in Wenen. En dan ben ik in het lazaret binnengekomen en ik dacht, nu ga ik de Vlamingen zien en nu ga ik ze kunnen betuttelen en bemoderen. Maar ik zag er Duitse liggen, Duitse SS, en Russen, Mongolen, Amerikanen, Engelsen. Er lag van alles. En dat lag allemaal kriskras door een ander. En dat vond ik ergens de grootste ontgoocheling van mijn leven. Heb jij dat duidelijk aangevoeld, dat onderscheid dat werd gemaakt tussen ja. Duitse en vreemde zusters? Maandelijks was er een bedeling van marketentenwaren. Dat behelde dat je bijvoorbeeld een stuk chocolade kreeg, of een paar sigaretten, of een vierde van een fles cognac. Dat was altijd verschillend. Sinaasappelen? Sinaasappelen, dat wat er was. En wij gingen de eerste keer heel normaal mee aanschaven, want wij vonden dat normaal. En ik zie nog altijd die vrouw Ober in de weer staan, niet voor die Germanische zwesten, maar als we gingen pruttelen of we reclameerden op Piet, dan kregen we altijd direct op ons hoofd. Je zat nooit gekomen om Duitsland leeg te fressen. Leer te fressen? Leeg? Om Duitsland leeg te eten. Je ging dat een vuile boel opkuisen en dan kwamen ze zeggen dat je daar kwam om alles op te vreten. Ik heb de eerste maanden heb ik veel verdriet, ga dat durven kruis zeggen. Dan moeten die vreemde DRK-meisjes zich dat toch wel erg aangetrokken hebben. Hebben ze ook. Ik ken er namelijk, één heb ik heel persoonlijk heel goed gekend. En dat was een dochter van een hoge Belgische officier, die krijgsgevangen zat in Duitsland. En dat kind kon zich niet aanpassen aan dat vuil werk, aan dat poetsen en dat, die vuiligheid die mama moest doen. En die leidde er heel erg onder. En ze was verloofd met een officier van de Waffen-SS. Een Duitse officier? Een Duitser, ja. En ze was in de veronderstelling dat hij met jou ging trouwen. En dat ze dan ooit de slameur uit ging roken. Tot op een zekere dag dat uitkwam.
dat hem getrouwd was. En dan hebben we ze gevonden, dan lag ze in de operatiekamer, had ze zichzelf de polsen en de hals overgesneden. En dat was een Vlaamse? Een Vlaamse DRK. De DRK-helpsters kenden nog een andere zware ontgoocheling. De belofte van Vlaamse collaboratie zeide bij de aanwerving dat de DRK-helpsters gezamenlijk bij het Vlaams Legioen zouden worden ingezet, was slechts een lokmiddel gebleken om zoveel mogelijk jonge, idealistische vrijwilligsters aan te trekken. Want Vlaamse gekwetsten of zieken kregen slechts enkele Vlaamse DRK-helpsters en dan nog zeer uitzonderlijk en enkel bij groot toeval te zien. De gedrag van die jongens was fantastisch. Er heeft nooit geen enkel, en ik was ook nog een jong maasje, nooit geen enkel zo aan mij gedaan. Er werd gelachen en er werd gespeld. Maar er heeft me nooit een Vlaamse jongen een verkeerd voorstel gedaan. Nooit. Ja. Kunt jij hetzelfde zeggen van de Duitsers? Nee, dat mag ik niet zeggen. Door de band werd daar een Duits wel eens gemakkelijk officiersmatratsen genoemd. En was het uit vrije wil vanwege de verpleegsters of waren zij ertoe gedwongen? Ik denk wel dat er gevallen bij zijn die gedwongen waren. Waar jij het van weet dat ze gedwongen waren? Waar ik het van weet, ja. Waar ik het van weet. Heb jij het bij jezelf kunnen vaststellen dat je gedwongen werd? Ja, bij mij persoonlijk, ja. En als je een klacht zou indienen bij de krijgsraad, want je werd tenslotte toch een DRK-zuster? Ik denk dat daar niet veel geloof van gehecht werd. Heb jij dat ondervonden? Ja. En wat werd u gezegd toen u dat zei? Dat was alles leugen. Dat het een leugenaar was. Dat zijn, laten we zeggen, erg ontgoochelende vaststellingen die u dan gemaakt heeft in verband met de Duitsers, hè? Ja, heel veel. Als je daar in hun dienst bent getreden om hen te helpen en je maakt dan zulke dingen mee? Heel veel, heel veel. Dat heb ik met de Vlamingen nooit niet meegemaakt. Met de Duitsers heb ik veel ontgoochelingen meegemaakt. Nog andere Vlaamse DRK-helferinnen of helpsters voelden zich door de Duitsers diep ontgoocheld. Zo kreeg dokter Hilaire Gravé, toen arts bij de Vlaamse Waffen-SS-divisie Langemark, begin 1945 een wanhopige brief van twee Vlaamse DRK-verpleegsters uit het Aalsterse, die door de Duitsers in het concentratiekamp van Ravensbrück waren te werk gesteld. Help ons alsjeblieft hier weg te komen. We zouden zo gaarne opnieuw in een lazaret werken, waar we geen opzichters, maar wel verpleegsters kunnen zijn. Het werk dat we hier verrichten, kan u zich voorstellen. We gaan niet lichamelijk, maar geestelijk ten gronde. Ons ideaal waarvoor we onze plaats als verpleegster in Vlaanderen verlaten hebben, is hier nog slechts een schim. Als leerling leerde men ons te strijden voor een menselijk leven. Hier wordt het onder voeten vertrappeld. Naarmate de oorlog vorderde, kregen DRK met personeelstekorten kampen. Vlaamse DRK-helpsters werden voortaan ook in veldhospitalen en op hospitaaltreinen achter het front ingezet, waar ze voor de eerste maal met de gruwelijke werkelijkheid van een moderne oorlog kennis maakten. We hebben daar eens, dat was al bij de terugtocht helemaal, dus dat zelfs Wenen en alles al bezet was, daar hebben we eens op één dag, dag en nacht, drie lazarettreinen binnengekregen. En dan hebben wij daar dag en nacht staan werken. Dat, ik weet niet hoeveel dat er daar op die dag en nacht geopereerd zijn. Dat was de ene van de tafel, de andere erop. Dus dat ging werkelijk, moet men zeggen, aan de lopende band, want het waren allemaal heel zwaar gekwetst. Er moesten de werkende kaarsjes licht. Kaarsjes licht? Ja. En zo. Moest men dan opereren? Ja, dat was met zo ronde dingetjes zo. Met kaarsjes. Voor operaties uit te voeren? Licht hadden we een mer. Hoe oud was u toen? 21 jaar. Is u daar bestand tegen geweest? Tegen die? Nee. Bestand was ik er niet, tot op een zeker ogenblik dat ik wel eens van mezelf gedraaid ben. In de operatiezaal, waar de chirurg dus bezig was met een schot in de ruggengraat. Altijd met pijsjes uit, dan die ruggengraat, die granaatsplitter eruit nemen. En dan ben ik van mezelf gedraaid. Die ruggengraat lag open? Ja, die lag helemaal open. Het verschrikkelijkste dat ik gezien heb,
is op het laatst in de oorlog een soldaat die een domdomkogel in zijn dij gehad had. Dat kun je niet beschrijven wat dat is, want dat ontploft in de wonden. En dat was etter en die beensplinters die langs alle kanten uit, dat was werkelijk verschrikkelijk. Heel veel vrije gezien, bijzonder Tsjechoslowakije en Joegoslavië, Silesië ook. En dan hadden de partisanen de dikwijls heel lullig huis gehouden onder de volksduitsers. En ik heb ooit een vrouw zien hangen, een hoogzwangere vrouw, met de benen naar omhoog waar het een balk opengesneden was, waar het kind hard uitdoen voor haar gezicht. Ik heb zelf kinderen, één kindje, hebben mij gepakt nog met een traan. 3 jaar. Dat 4 keer verkracht was. En ik heb soldaten gezien die vastgenageld waren. Of die ze losgemaakt hadden dan. Maar die als maar verzorging krijgen, was het de nagels 5 duimers van die heel dikke, door de handen hadden geslagen en door hun tong vastgenageld aan de balken. Ik heb bijvoorbeeld een Vlaamse soldaat verzorgd van het legioen, van de Lange Mark. En die hadden ze ontmand. Ontmand. Die is in Russische handen terechtgekomen. En ze hebben die verdoord laten liggen. Die is nadien weer terugtrekken van de Duitsers, van de Russen. Is die dan gevonden? Door de Duitsers? Door de Duitsers. En die is er nog doorgekomen. Hij komt me regelmatig bezoeken. Nu nog? Ja, nu nog. En we hebben momenten. Ik denk, hoe langer dat duurt, hoe meer dat we er nu invullen. We hebben momenten dat we dikwijls nog kop tegen kop zitten te wenen. Te wenen? Ja. Begin 1945 waren Vlaamse DRK-helpsters zowat op alle fronten werkzaam. Warschau, Praag, Narva, Wenen, Budapest, Zagan zijn slechts enkele plaatsnamen waar Vlaamse hulpverpleegsters op de bres stonden om het leed van de gekwetste soldaten en burgers te verzachten. Een aantal onder hen, zoals Maria van Aarde, betaalde deze inzet met hun leven toen hun ziekenhuis onder bommen werd bedolven. Anderen, zoals Marthe Clément, ontsnapten op het nippertje aan de hel van Dresden of weigerde, zoals Lucie Lefevre, hun post te verlaten toen ze nog de kans had om enkele dagen voor de Duitse capitulatie aan Russische gevangenschap te ontkomen. Mevrouw Lefevre, u is van de 21ste januari tot de 6e mei 1945 bevond u zich te Breslau. En bij mijn weten is die stad door de Russen belegerd geworden en ik dacht ook ingenomen geworden. Als we daar zo'n 3 weken aan het front waren, kwam er een van de commandanten of wat bij mij om te zeggen, kijk, je hebt nog altijd kans als je wilt, door het feit dat je nog zo jong bent, kun je mee met een vliegtuig gewonden uit Breslau, dus teruggebracht worden. Achteruit. Ik heb gezegd, ja, ik zag het nut niet van in, want toen zei ik, ga mee. We waren wel nogal idealistisch ingesteld, daarbij gekend dan al een paar mensen daar en dan ben ik daar gebleven. Dan bij de belegering, bij de... De komst van de Russen. Ja, als we ons moesten overgeven, dat was op de 6e mei, werd er ons overal een luidsprekers uitgeroepen dat we ons moesten in gesloten gelederen overgeven. Of dat dan de zoveelste soldaat zou doodgeschoten zijn, in geval dat dat niet gebeurde. Maar ja, iedereen probeerde om zijn leven te redden. Wij zijn dan meegegaan met enkele. Waaronder ook een Hollands DRK-meisje. We hebben geprobeerd om buiten Breslau te geraken, maar dat is ons niet gelukt. Bent u in de handen gevallen van Russen? Ja. Op een gegeven moment dat we gingen kijken waar dat er een uitweg was, zijn we wel in de handen gevallen van de Russen. En? Ja, dan met de mitraillette moesten wij mee. Ik toonde mijn Rode Kruiskaart. Dat moest hij niet zien, hij heeft dat gescheurd. Trok ons aan Bandoloos af en we moesten mee met hem. Waar moest u heen? Mee in een huis met die soldaat. Die alle twee? Alle twee. Die Hollandse, dat was een Mongool-Rus waar ze mee moest. Bij mij was het gewoon zo'n wetrus. Ja, dan is het wel gebeurd, hè.
nadien kwamen terug buiten. En daar stonden een paar oude vrouwtjes op straat en die stonden te huilen. Die waren wel het 70 jaar en die waren ook verkracht geweest van die Russen. En, die hadden verdriet omdat wij dat ook meegemaakt hadden. En dan zijn we weggelopen en die soldaten die kwamen ook dan buiten, zijn we weggelopen. En die schoten altijd maar op ons. Terwijl u wegliep? Terwijl we wegliepen. Diezelfde soldaten met diezelfde, wie? Ja. Met wie daar? Ja. Hoe oud was u toen? 19 jaar en een half was ik dan. Wat heeft dat voor je verder leven betekend, die periode? Ja, die eerste jaar, dat was een geweldige verbittering. En dan heeft dat natuurlijk lange jaren altijd maar zo nachtmerries gegeven rond diezelfde periode. Dus in die meidagen, dan, dat precies of dat terug weer kwam. Met het einde van de oorlog kwam evenwel nog geen einde aan de leidensweg van de Vlaamse DRK-meisjes. In tegenstelling tot hetgeen sommigen onder hen dachten, onttrok de conventie van Genève hen geenszins aan vervolging door het Belgisch krijgsgerecht wegens medewerking met de vijand. De conventie had immers enkel betrekking op de behandeling van Rode Kruispersoneel bij oorlogvoering en in krijgsgevangenschap. Bij de thuiskomst stond de Vlaamse meisjes een veroordeling en verscheidene maanden gevangenisstraf te wachten. Waarvan waren jullie eigenlijk beschuldigd? Ja, dat was een geweldig en formidabele beschuldiging. Als Belg zijnde hadden wij de wapens opgenomen tegen België en de bondgenoten van België. En daarbij nog de troon aan het wankelen gebracht. Er waren dan nog veel bepalingen bij, maar die zijn we natuurlijk vergeten. Dat zal ons natuurlijk altijd bijblijven. Tot welke straffen zijn de DRK-hulpverpleegsters veroordeeld geworden? Ik ben in december 1944 bij verstek tot levenslang hechtenis veroordeeld. Levenslang? Levenslang. En u had uitsluitend DRK-hulpverpleegster? Ja, enkel op beschuldiging van DRK. En uiteindelijk bij het laatste proces in februari 1946 bleef er nog een jaar over. Ik heb 6 maanden gekregen en na een genadeverzoek door de advocaat ingediend heb ik 3 maanden gekregen of 3000 frank boete. Aangezien dat 8 dagen voor ons huwelijk was, heb ik verkozen van die 3000 frank te betalen. En 3 jaar politietoezicht en dat ging zelfs zo ver dat ik in het moederhuis lag van ons eerste kind en dat daar de politiecommissaris kwam kijken of dat ik wel degelijk in mijn bed lag. Ik vond dat dus wel onrechtvaardig dat we als lid van het Rode Kruis dat we gestraft werden. We hadden het tenslotte toch niet om het geld gedaan, want met die paar frank dat onze ouders kregen en dat beetje zakgeld, daarvoor moesten we het werkelijk niet doen. We hadden ons werkelijk ingezet. We hebben daar die jaren dat we bij het Rode Kruis waren werkelijk hard gewerkt. We hebben daar veel zware dingen meegemaakt. We hebben onze dienst zo goed gedaan als we konden. En tenslotte, het ging erom dat we mensen wilden helpen. En dat ze u dan straffen daarvoor, dat is ergens niet logisch. Dat begrijpen wij werkelijk niet. Zijn jullie erg verbitterd geworden? Ja. Ja, kan me wel zeggen. Heel verbitterd. Tot vandaag toe nog. Ja. Nu moet er voor mij niemand aan de deur komen van het Rode Kruis. Die krijgen van mij geen 5 centimen meer. En heb jij niet de indruk dat jij misbruikt bent geworden? Nee, Michet, heb ik niet. Ik ben nog even enthousiast als toen ik 18 jaar was. Want als dat morgen moest er doen zijn, ik zou niet meer zo lang wachten. Ik was bij de eerste weg. En ik kwam ook de laatste terug.